Heel erg jammer dat ik mezelf niet in zessen kan verdelen. Want ik zou het liefst alle acts willen zien en alle huiskamers willen bezoeken. Maar nee, ik denk dat alles een aanrader is. Op zondag 24 november zal de 5e editie van de Muziek bij de Buren plaatsvinden. 29 huiskamers in Vlaardingen veranderen in een waar poppodium waar je kan genieten van verschillende soorten artiesten. De aanstaande zondag is hier de aftrap en de opening van Muziek bij de Buren 2024 om 12 uur. Bij de opening komt wethouder Lianne van Kalken, die komt hem officieel openen. En Jordi Dijkshoorn komt een heel mooi gedicht voorlezen. En hier kunnen de mensen hun krantjes verkrijgen, een super toffe route gaan uitstippelen. En dit is het krantje wat mensen mee kunnen nemen waar het hele programma in te vinden is. En omdat we nu bij de Stadsgehoorzaal zijn, dacht ik van nou, dan is het wel handig om die kant op te lopen. Dus we gaan zo eerst langs een huis op de Schiedamseweg. Er zijn er twee op de Schiedamseweg die meedoen. De Windwijzer doet mee en een huis hier verderop, nummer 29. En daarna gaan we even naar de Oosthavenkade, want daar doen drie huiskamers mee. Deze huiskamer doet mee, dat is de Schiedamseweg nummer 29. Daar zal Sunset Forest optreden. Sowieso zijn alle huizen zijn herkenbaar, want die hangen dit mooie bord zo pontificaal aan de buitenkant. Dus hier in het Hollandia-gebouw zal de Natural Blend Quartet gaan spelen. En het is een hele leuke ruime hal en die mannen zingen a cappella. Dus wij denken dat het heel erg mooi gaat worden hier. Op nummer 46 staat Conrad ten Boef. Heel mooi met een piano. A creation for life. Dus dat is dus echt wel het variërende wat heel de dag, dus voor iedereen wat wils eventueel. Ik kijk heel erg uit naar mijn optredens in het centrum. Ik kijk ook uit naar bands die voor de eerste keer meedoen, want die hebben we ook. We hebben ook huiskamers die er voor de eerste keer meedoen. En wat denk jij dat de magie is van een huiskamerconcert? Ik denk dat het heel intiem is. Ik denk de beleving gewoon heel erg. Ik denk dat, dat je soms of verwonderlijk bent en verwacht hele mooie momenten. Maar aan de overkant, het museum doet dus ook mee. En die hebben dus Sandy Struijs staan. En die gaat iets heel speciaals, begreep ik, van maken. Iets met bingoballen. Waar ik dan een tekst in kan doen en dat liedje ga ik dan zingen. Nou, het zijn deze balletjes geworden. En als we dan hier verder ook nog lopen. In de zomer hebben we drie sneak previews gegeven, drie keer, op het Stadstrand. Alvast een klein optreden laten geven, dus dat mensen alvast even konden voelen van oh, die kan misschien wel in mijn huiskamer komen of in mijn instelling. En vlakbij het Stadstrand zit natuurlijk de Kroepenfabriek en daar hopen we zondag feestelijk alles af te sluiten.